De onderlinge concurrentie neemt flink toe bij NEC, nu geblesseerde spelers terugkeren. Zoals aanvaller Christian Emilsson, de IJslander is weer fit. En ook Gregor Breinburg traint voor het eerst weer mee, maar zal waarschijnlijk nog niet spelen tegen RKC. En de Belgen dienen zich nadrukkelijk aan. Mohamed Mert speelt sterk als invaller iedere keer en solliciteert naar een basisplaats. En Anthony Limbombe maakt ook heel veel indruk tot nu toe bij NEC. En doelman Mike van Hamel wil ook een plek onder de lat, maar daar staat voorlopig het eigen talent Joshua Smits. Dat lijkt er wel op, ja. Vandaag weer 11 tegen 11 gedaan. Ik zat gewoon aan de basiskant, zeg maar. Dus het lijkt er wel op, ja. Voel je wel een beetje druk van die van Hamel? Tuurlijk houdt hij me scherp. Hij houdt iedereen scherp. Met z'n drieën houden we ons scherp. Dus dat hoort erbij. Door de concurrentiestrijd is de scherpte op de training nog meer toegenomen. Ja, je merkt gewoon dat degene die tegen de baas aanzetten ook gewoon ontzettend goede wedstrijden spelen. Je ziet ook tegen Excelsior dat je als je niet eens met de echte basis elf speelt, dat we nog een hele goede partij afleveren. Dus dat is belangrijk. Ondertussen legt voormalig technisch directeur Leen Looyen nog even uit aan teammanager Patrick Pothuizen hoe de voetbalwereld in elkaar zit. NEC speelt zaterdag thuis tegen RKC Waalwijk. Een ploeg waar veel veranderd is. Natuurlijk, het rommelt van alle kanten daar bij de club, maar we moeten ze echt niet onderschatten. Maar jullie thuis in een goed gevulde Goffert, dan hebben jullie absoluut de favoriete rol, dat kan niet anders. Ja, natuurlijk moeten wij winnen. Het is thuiswedstrijd en een belangrijke concurrent, RKC, en moeten gewoon van winnen. Tot slot nog even schrikken als sterspeler Alireza Yalhanbakhsh onderuit gaat op de training. Maar de Iranier is niet flauw en uiteindelijk staat hij toch gewoon weer op. En zaterdag zal hij er ook staan.